Yo mensen van Rating Games, vandaag weer een nieuwe opdracht vanuit de Efteling. We gaan vandaag alle gaten waar je foto's mee kan maken. De fotopunten. Die gaan we vandaag even zoeken en daar gaan we even een foto van maken. De doorheen. Dus dat is leuk. Nou mensen, deze foto moment bedoelen wij dus. We staan al bij de eerste, dat is de spookslot, zagen jullie. Dus ik ga even een foto maken. We zijn al onderweg naar de volgende. Kijk, want daar zo hebben we al de volgende. Ik zie het paaltje al staan. Dus daar moeten we even een foto van maken natuurlijk. We zijn bij de volgende, nummer 2, foto. Achter die spiraal weg, er zit ook een fotomoment. Dus laten we die ook even pakken. Nou mensen, zoals je kan zien, we zijn bij de derde en ja, en hij is dicht, want het is fucking koud en de Joris en Draak is zoals je kan zien ook dicht. Oh, dus ja, maakt niet veel uit. Het is fucking rustig, dus daar compenseert het weer. En laten we even een foto nemen. Jongens, we gaan nu naar de halve maan, want Lars zegt dat hij daar ook eentje zit. En volgens mij stond er bij de oude Tiffers, bij die ronde zeg maar, waar die auto in midden staat, staat er ook een, maar dat weet ik niet zeker. Maar bij de halve maan staat er volgens mij wel een, dus daar gaan we heen. Wij wisten wel zeker dat er eentje stond, maar nu kijken we heel goed en hij staat daar zo. Dus Lars loopt er even heen. Maar bij de oude Tiffers is er helemaal geen. Ik dacht, ja, de dag kijk ik al dat er helemaal geen was, maar ik dacht, misschien is dat wel een kleine procent kans. Waar Lars er staat is hier, dus daar loop ik ook even heen. Nou, we zijn er dus. Dus even een foto. Daarachter is er ook eentje, precies aan de tegenovergestelde kant van daar zo. Dus daar gaan we even heen. Wel selfie film natuurlijk. Kijk, hier zo is hij. Ja, die ene kant die ik bedoelde was zo, maar ja, ik bedoelde eigenlijk deze. Maar goed, het is ongeveer hetzelfde. Alleen deze is een beetje verneukt omdat die bomen ervoor staan en zo. Nou jongens, we zijn weer bij de volgende. Ik ben de tel kwijt, dus maakt niet uit. Hij is hier, dus even een foto. Hé, maar Rens, ik heb daar ook eentje, of niet? Ja, ja, hier zo zit er natuurlijk. Wow! What the fuck? Hier, kijk, daar. Daar zo, ja. Inderdaad, 1,20. Maar hier zit er ook eentje. Oké, we zijn er. Gaan ja, ja. Even een pikka. We lopen nou het lavelaar in, want in het lavelaar zelf zit er ook nog eentje. Dus ik zou zeggen, oh ja, dit vonden jullie altijd heel mooi. Let's go. We zijn er, maar kijk, dat is fucking mooi, want omdat het nou allemaal vriest en zo. Dit heeft zich helemaal gekristalliseerd, dat water, dus het is helemaal ijs geworden. En dat wiel of dat, die pomp daar zo, daar, dat rad, dat is ook helemaal, ja, dat ook. Nou mensen, dit is dus de volgende. Ik zie hem al staan en kijk die pelikaan, die is helemaal bevroren. Nou, we zijn hier nu bij de vierde paard hier en hier is ook helemaal goed. Hier is er ook een. Oh, die fontein is ook al helemaal bevroren. Maar hier zie je. Kijk, ik zal even laten zien hoe koud het is. Ja, fucking koud. Je kan het niet eens zien, maar goed. Ja, er ligt sneeuw en ijs en zo, dus dan weet je het wel. Maar even een foto. Ja, ja, de volgende. Ik weet niet hoe het heet. Doornenroosje. Volgens mij wel. Doornenroosje. Ik wou het toch net zeggen, hier stond de fotopunt. Maar hij staat gewoon hier zo, what the fuck. Oké, even eentje maken. Nou mensen, dit was de opdracht van alle... Ja, fotomomenten zoeken. Klik op de afspeellijst hierboven. Of de afspeellijst. Klik op dit ding hierboven voor de vorige opdracht. En klik voor deze hierboven voor ja, de vorige van dit soort opdracht. Dus bijvoorbeeld ja, zoeken alle hollebolle gijzen. En klik in het midden voor abonneren als je dat wilt. Dus ja, blijf gewoon op de hoogte. Het is gratis. Dus ik zou zeggen, doe even like, abonneren. Ik zeg wel jullie.
later. Houdoe.